Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u gaan kijken naar Weekend Lai. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Gezamenlijke fractievoorzitters GroenLinks in actie. Een nieuwe aanwinst in het Bonnefante Museum. En het is lente. Dag dames en heren, dit is het nieuws van dinsdag 3 februari. De gemeenteraadsfracties van GroenLinks in Maastricht, Sittard-Geleen en Kerkrade willen weten wat de maatschappelijke kosten zijn van de voetbalwedstrijden tussen de clubs in de regio. Absoluut dieptepunt waren afgelopen weekend de spreekkoren en het symbolisch ophangen van een pop met de tenue van Roda JC bij de tribune van de supporters van MVV. De maatschappelijke kosten lopen in de miljoenen euro's, om nog maar niet te spreken over de kosten van de politieinzet. Dit wringt des te meer omdat diezelfde supporters van de lokale overheid verwachten dat die hun club financieel te hulp schiet als deze weer eens op de rand van de afgrond balanceert. Aldus de gezamenlijke GroenLinks-fractievoorzitters. Burgemeester Hoes heeft inmiddels overleg gehad met zijn collega's. Als het om de buitenkant gaat, dan hebben we inmiddels overlegd met de collega's van Kerkrade van Sittard-Geleen. Om met de voetbalclubs te gaan praten, om eventueel uitsupporters niet meer toe te laten. Ik zeg niet dat dat nu al beleid gaat worden, maar daar gaan we over praten van wat zijn daar de consequenties van. Want we willen ook wel de goede mensen eigenlijk de kans geven om een leuke pot voetbal te zien. Kijk, als er rustige mensen uit Kerkrade zijn, wil ik heel graag dat ze naar Maastricht komen. Maar die bellenhamels wil ik hier niet hebben, om het zo maar netjes te zeggen. En het tweede is, als het om in het stadion gaat, dan heb ik gisteren overleg met het bestuur van MVV gehad, met de directie. En we zullen in de loop van volgende week waarschijnlijk in overleg gaan met de harde kern van de supporters. Ik hoop dat ze ervoor openstaan om met hun echt te praten van jongens, hier zijn echt grenzen overschreden, dit kan niet. Er is ook positief voetbalnieuws. De 23-jarige Leroy Labille keert terug bij MVV. De Belg speelde al eerder bij MVV en wordt nu tot het einde van dit seizoen verhuurd door PEC Zwolle. Vanwege een langdurige blessure kwam hij in Zwolle weinig aan spelen toe, maar de verdediger is weer helemaal fit. Begin volgende week zal de Meersenerweg aan de kant van Wiekerpoort 's nachts afgesloten zijn. Maandag, dinsdag en woensdag zal tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends geen doorgang mogelijk zijn. Over de viaductweg wordt een tweede kunstwerk gebouwd. Dit kunstwerk is een viaduct waarover het toekomstig verkeer vanuit het centrum haar weg kan vinden naar de A2 en de A79. In het Bonnefante Museum wordt een nieuwe collectieopstelling gepresenteerd. Ook zijn er een aantal nieuwe aanwinsten te zien, waaronder een kleurig wandtapijt. Het tapijt is ontworpen door de Britse kunstenaar Grayson Perry en is vanaf nu te bekijken. Grayson Perry is een Britse kunstenaar, geboren in 1960. En dat is iemand die heel erg geïnteresseerd is, altijd geïnteresseerd geweest in de klassieke ambachtelijke kant van het kunstenaarschap. Dus je ziet dat hij in zijn werk graag gebruik maakt van keramiek, in dit geval van geweven tapijt. Hij maakt etsen, dus hij houdt heel erg van het ambacht in zijn kunst. Het wandtapijt met de titel The Walthamstow Tapestry is volgens eeuwenoude tradities geweven door het bedrijf Flanders Tapestry in Kortrijk. We zien een rite passage, een levenswandel van de mens van geboorte tot sterven. Heel subtiel is daarbij door de kunstenaar aangegeven dat je tijdens die levenswandeling heel veel merken tegenkomt. Dat je dus in termen van consumentisme steeds maar weer geconfronteerd wordt met het consumeren, met die verleiding van het consumeren. Dus we zien talloze merknamen geborduurd op dit wandtapijt, maar dan ontdaan van hun logo's. We zijn gewend om die merknamen met logo te zien, maar hier zijn ze dus teruggebracht tot hetzelfde font, hetzelfde lettertype in elk geval. En de levenswandel van de mens in verschillende stadia uitgebeeld. Volgend jaar rond deze tijd zal er een tentoonstelling van Grayson Perry te zien zijn in het Bonnefante Museum. Met de komende vastelavond rijden er in de nacht weer borrelbussen rond in de regio Maastricht. Vanaf de Bosstraat aan de halte waar vroeger de festivillage was, vertrekken de borrelbussen om feestvierders veilig thuis te brengen. Kaartjes voor de borrelbus zijn verkrijgbaar bij de chauffeur en tot en met komende zondag ook te verkrijgen in de voorverkoop.
Kijkt u voor meer informatie op de website van Veolia. Het is lente, tenminste als we de schapen op boerderij Daalhoeven mogen geloven. Daar zijn de eerste moeders bevallen van hun lammetjes. En ook de zeug heeft al kinderen. Nou, welkom op boerderij Daalhoeven. We staan hier bij een van onze twee Berkshire zeugen. En dit is Bonnie. Bonnie is 1 februari bevallen van 8 mooie biggetjes. Momenteel liggen ze onder de lamp, omdat het natuurlijk buiten toch wel koud is. Maar ze kunnen er goed tegen. Het is een hard varkensras. En zij zijn uitermate geschikt voor het buitenhouden van de varkens. En hoe is het met de moeder? Ja, moeder maakt het goed. De bevalling was wel moeizaam. We hebben 2 biggen moeten halen. Eentje lag iets gedraaid, dus die lag vast. Ik samen met mijn collega het biggetje kunnen halen. De tweede ook. En daarna ging het vanzelf. Dit zijn al wat oudere biggen. Ja, dat klopt. Ook van een iets ander ras. De papa is wel hetzelfde. Dat is ook een Berkshire beer. Dat is onze eigen beer. Dat is het eigen mannetje. Maar de moeder is een bonte Bentheimer. Dat is een iets groter varkensras. En deze biggen zijn, moet ik zelf spieken, van 16 december. Ze blijven ongeveer 3 maanden bij de moeder hier. En de doorgaande varkenshouderij is dat ongeveer 3 weken. Zeg maar, jullie hebben straks een hele hoop biggen en ook een hele hoop lammetjes. Ik neem aan dat die niet allemaal hier op de boerderij blijven. Nee, dat klopt. De varkens hebben echt voor onze eigen boerderijwinkel. En ons eigen restaurant eigenlijk, wat we binnen hebben. Dus daar gaat ons vlees naartoe. Dus een eerlijk stukje vlees in onze eigen winkel. De lammetjes die gaan dadelijk eerst, als het half maart, eind maart is, ligt een beetje aan het weer. Dan gaan die in de landgoederenzone bij Kasteel Vashartelt. Gaan ze grazen. Daar doen ze het hele parkgedeelte en alle groenzones begrazen. En dan wordt het zo tegen juni, juli. Dan worden de eerste lammetjes gaan weg en die gaan naar een drietal restaurants in de stad. Hier staan nu zo'n 80 schapen. De eerste 10 ooien hebben de afgelopen 2 dagen gelammerd. Dus de komende tijd gaan we het nog druk hebben. Wat voor karakter hebben deze schapen eigenlijk? Ja, deze, we hebben aan de andere kant zitten ook nog schapen. Dat zijn een Engels ras. Deze zijn voornamelijk Mergelanders en die zijn heel erg rustig. Dus dat is ook echt fijn voor de mensen. Ze komen naar je toe. Het is een heel rustig, mak schaap. Als je het vergelijkt met de Engelse ras opzij, die gaan toch de hele tijd voor je uitlopen en je ontwijken. Dus, het zijn toch een beetje hooligans, zeg maar. Ja, dus met het beheren in het grasland is het inderdaad met de Mergelanders makkelijker dan met de Engelsen. Ja. Mergelanders, betekent dat ze dus ook van deze streek zijn? Klopt, ja. Ja, de Mergelander hebben ze eigenlijk altijd hier ingezet op het kalkrijk landschap. Dus ze kunnen heel schraal... kunnen ze leven. Ze kunnen het goed doen op deze grond. Ja. Nou, dan gaan we naar binnen naar de kraamstal waar de jonge mama's zitten met hun lammetjes. En dat is hier binnen, is het iets behagelijker voor ze. Dus, kom mee. Nou, in deze stal hebben we zo'n 18 kraamvakjes, noemen we dat, opgezet. En dat doen we omdat als de moeder haar lammer heeft gehad, dan heeft ze even de tijd nodig om een goede binding te krijgen met de lammeren. Dan kunnen wij ook goed in de gaten houden, drinken de lammetjes bij de moeder, gaan ze niet naar een verkeerd schaap toe. En we kunnen de moeder goed controleren of alles na de bevalling goed gaat.
Dus dan komen ze vanuit de stal buiten, komen ze naar binnen in een vakje. En ik verwacht dat tegen het eind van de week alles wel goed vol zit. Want vanaf gisteravond zijn er toch wel 5 ooien gelammerd, dus het begint nou echt te komen. Er zullen vast veel mensen langs willen komen om de lammetjes te zien. Wanneer komt dat het beste uit? Wij zijn eigenlijk 6 dagen in de week open. Dus dat houdt in dat de mensen van dinsdag tot en met zondag welkom zijn. Op zaterdag en zondag zijn we van 12 tot 5 open. Alleen nu met de lammertijd zijn we zelfs op zondag tot 6 open. Om de mensen wat meer tijd te geven om naar de lammetjes te komen kijken. Maar ook om binnen, onze horeca is dan ook open. Dus dan kunnen de mensen daar zich ook opwarmen en wel lekker zitten. Dus de komende tijd wordt een drukke periode op de boerderij. Veel geboortes van zowel de schapen als de geiten. En we hopen dat veel mensen komen kijken. Tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame blikken we nog terug op het weekend in het programma Weekendlui. Het programma ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.